Fles op de start even daar. Zo één man gaat onderuit. Maar de rest van de mannen zijn ontketend. Zeven man sterk. Dijsselbloem gaat daar als eerste bocht in komen in deze B-finale. Boys, 11 jaar. Dijsselbloem. Gevolgd door Nicky Kerkhoff. Gevolgd door Kers. Gevolgd door Ben de Heus. Gevolgd door de 92 van Sander Teunissen. En er is één man onderuit gegaan van FCC Wheels. Ging daar tegen de asfalt aan, Joe van de Boom. Maar hij kan zijn weg vervolgen. Vooraan is het nog steeds Dijsselbloem en Nicky Kerkhoff. Kers in positie nummer 3. Vooraan gaan we kijken naar de winnaar van deze B-finale bij de Boys 11 jaar. Rens Dijsselbloem. A-finale Boys 11 jaar.